What's up, beautiful souls? En welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag hebben jullie weer zo'n reading van mij. Omdat ik simpelweg in hitte zit. En ik had geen zin om op beeld te komen vandaag. Dus ik ga vandaag de reading voor jullie zo doen. Ik ga gelijk beginnen met de kaart thema van de week. Ik ben heel benieuwd hoe jullie gevoeld hebben. Ik ben heel benieuwd wie er op je pad gekomen is in de afgelopen week. Aan oude mensen vanuit een oude tijdlijn. What has been resolved. Hoe je hebt gevoeld overal. En dan gaan we intunen tot wat het thema is voor de aankomende week. Het thema voor deze week is Imrama, where are you being called to journey to? Als ik kijk naar deze kaart en het thema van de aankomende week, voel ik heel duidelijk naar voren komen dat we nog een stukje te gaan hebben, maar dat het pad op zich vrij clear is. Ik heb het gevoel dat we voor keuzes staan als het gaat om welke richting we ingaan. En het hoeft niet per se altijd in de fysieke wereld te zijn. Dit kan ook vooral spiritueel intern keuzes zijn. Keuzes over wie je bent, welke kant van jezelf je wilt zijn. En daarmee bedoel ik... wil je de kant zijn van jezelf waarvan je de afgelopen half jaar glimps hebt gehad, waarbij je af en toe in je licht hebt gestaan, waarbij je af en toe ideetjes hebt gehad, gevoelens hebt gehad, die veel meer resoneren met wie jij bent en waar je naartoe wilt? Of ga je eigenlijk met de oude kant mee, de misschien iets meer angstige kant, de misschien iets meer 3D-energy? En nu heb je de keus om te kiezen welke richting je ingaat. Ik heb het gevoel dat er een hele grote opportunity voor ons ligt. Dat we nog een paar weken de tijd hebben om in deze richting te lopen. Dat de obstakels op dit pad niet extreem groot zullen zijn. Maar dat je wel de diepte ingaat wat betreft emoties, wat betreft stof, wat betreft... je ziet hier het universum op de achtergrond. Wat betreft universele kennis, universele wijsheid, jij connecting met je eigen ziel. En ik heb het gevoel dat wij dus allemaal de aankomende week zeer zeker voor een aantal keuzes staan die ons of richting een roadblock leiden, een roadblock, een obstakel, of die heel erg in tune is met onze eigen intuïtie, waardoor we eigenlijk regelrecht richting, ik wil zeggen de palace gaan, de fortune, de joy, de good opportunities, de goede opportunities, kansen. Ja, dat was het woord dat ik zocht. De goede kansen. Ik denk dat het dus belangrijk is om goed naar je intuïtie te luisteren als het gaat om welke richting je opgaat, om wat je voelt, wat met je resoneert en wat niet. Laten we kijken wat de andere kaart zegt. Ik ga een Moon Oracle erbij pakken. That's a very shiny deck though. Oh. Wat moeten wij nog meer weten voor aankomende week? Wat betreft aankomende week? De energie has been very intense. Dromen zijn heel vivid. Ik denk voor degene van ons die op hun journey bezig waren. Dat je grote shifts voelt. Zowel intern als globaal. En dat de mensen die misschien net starten iets voelen, maar dat misschien niet direct kunnen plaatsen. Waar je ook bent op je journey, het is oké. Prachtig. Surrender. Nummer 26. Get another one. Discernment. Nummer 10. Oké. Ik heb heel duidelijk hierbij het gevoel dat... Oh, too shiny, it's too shiny. Het ligt even zo neer. Niet dat het minder shiny wordt daardoor. Zo, nou ja. Ja, zo. Ik heb het gevoel dat... als ik naar deze kaart kijk... dat er sowieso... We hebben natuurlijk een 10, wat eindigt op een 1. Wat gaat voor een nieuw begin. Wat ik al aangaf, ik voel dat we richting een nieuw begin gaan. Ik heb het gevoel dat je heel veel kracht in jezelf... in je handen houdt. Als het gaat om de beslissing die je gaat maken. Als het gaat om welke richting je op wilt gaan. Ik heb het gevoel dat sommigen van ons een hele grote shift doormaken wat betreft werk. Wat betreft
hoe ze hun geld gaan verdienen, wat betreft hoe ze het materialistische, materiële wereld, het fysieke plaatje, en dan bedoel ik niet per se je lichamelijke plaatje, maar de fysieke wereld, de 3D-wereld, vorm gaan willen geven. En ik heb het idee dat we daar een soort van scala aan keuzes voor hebben gekregen, ideetjes. Ik zie dat sommige van ons heel erg geroepen worden om voor zichzelf te gaan starten, met ideeën lopen om voor zichzelf te gaan starten. Maar misschien een beetje te bang zijn om te beginnen. Ik zie dat de energie deze week misschien een beetje cloudy gaat zijn. Waardoor je je confused gaat voelen door alle informatie die je vindt buiten je om. Het universum is natuurlijk super divers als het gaat om kennis, als het gaat om ervaring, als het gaat om wat er mogelijk is. En ik heb het gevoel dat je een aantal dingen voorgeschoteld krijgt, waarvan je misschien niet direct weet wat je ermee moet doen. Het is dus ook oké om niet direct beslissingen te maken deze week. Dus heb jij situaties die op je pad komen wat betreft relaties, omdat we hier natuurlijk ook een 2 hebben staan. Maar 2 staat voor relaties, partnerships, maar ook keuzes. Voelt het voor mij dat het belangrijk is dat je gewoon even een stapje terugneemt en dat je wacht voordat je een duidelijke beslissing maakt. Je mag best even zeggen, ik weet het nog niet, ik moet er even over nadenken. En ook als er pressure op je gezet wordt wat betreft het maken van een beslissing, weet dan dat uiteindelijk jij nog steeds de kracht hebt, jij nog steeds de power hebt, jij nog steeds de keus hebt om wel of niet een beslissing te gaan maken. De surrender kaart geeft me heel duidelijk aan dat wat er ook komt, hoe cloudy je het ook voelt, hoe confused je misschien ook bent, om te luisteren naar je intuïtie en je heartspace en vanuit je solar plexus te reageren. Dus vanuit innerlijke kracht, vanuit zelfkennis, vanuit weten dat je veilig bent, wat er ook gebeurt. Ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Know that you're safe. En dan vervolgens je overgeven aan wat er ook komt. En je ziet hier een nebulae. Een nebulae is een sterrenstelsel die ontstaat. Een hele hoop sterrenstof. En hier zie je dat deze persoon wat een klein beetje op een monk lijkt in mijn vibe. Hier zich overgeeft aan wat er komt, niet wetende wat het is. En ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met zowel het verleden als de toekomst, die samen gaan smelten. Dit betekent letterlijk fysiek voor sommige mensen, dat je dingen die je in het verleden gedaan hebt, weer terugkomen op je pad op dit moment, zodat je ze kan oplossen. Voor anderen zal dat betekenen dat er wat betreft werk of wat betreft financiën, misschien onbetaalde rekeningen weer op je pad komen. Of hoge rekeningen die door iets zijn gecreëerd wat uit het verleden is, op je pad komen. Wat werk betreft, sancties of situaties op je pad komen die eigenlijk oud zijn en die je eigenlijk al uitgegroeid bent. Dus misschien heb jij gehoopt op een bepaalde opportunity en komt die opportunity nu op je pad, maar heb je eigenlijk zoiets van, oh, eigenlijk ben ik al geshift in richting. En nu heb je natuurlijk de keus. Zoals ik net al zei, de keus. Gaan we dan terug naar het oude. Omdat er toch een opportunity is die we eigenlijk op een bepaald moment graag wilden manifesteren. En nu pas tot manifestatie komt. Terwijl dat we eigenlijk intuïtief al een andere richting hebben gekozen. Of kiezen we ervoor om onze intuïtie te volgen. En ons pad te blijven bewandelen. En nee te zeggen, dankjewel te zeggen. Tegen de opportunity of hetgene wat op je pad komt. Geef je over aan niet weten wat eruit gaat komen. Geef je over aan het bewegen in de mist. Ik heb het gevoel dat het belangrijk is gedurende dit proces balans te houden voor jezelf. En vooral inner peace. Ondanks dat je misschien confused voelt, heb je nog steeds alle, you got all the juice. Jij hebt alle keuzes in hand. Jij bent de master van jouw leven. Jij mag constant beslissingen maken. En ik zie dat sommigen van ons deze week het gevoel hebben dat ze niet een keuze hebben. Of dat er maar 1 of 2 keuzes laten ze gezien worden, zo een soort van geopenbaard worden aan je. Van mogelijkheid 1 en mogelijkheid 2. En eigenlijk voelt het als 2 slechte keuzes. Choices that make you feel like you're losing either way.
there are more options out there. Dus ik krijg dat er meer keuzes zijn dan dat je ziet. Er is meer mogelijk dan dat je nu ziet. Er is meer aan de hand dan dat je nu ziet. We hebben birds and expansion. Yes, most definitely. Ik zeg heel eerlijk, ik heb een heleboel kennis die ik ook... Sorry, met jullie wil delen, maar ik wacht nog heel even omdat ik niet voel dat het juiste moment is hiervoor. Ik zal zaadjes planten. We hebben Leaving Home. Ik trek gelijk ook deze. We hebben natuurlijk de 13 hier. 1, 3 is 4 samen. Is Foundation, Stabiliteit. Wat valt eruit? Divinity hebben we. Oh, er valt er nog één uit. Dat is Analyze. En one more. Death. Nou, dat fit natuurlijk helemaal met de Bird card. And I want to do two of these. Shamanic Healing. Als het gaat om deze week. Give me some truth there though. Grounding. Slow but steady. Oké, dus wat ik hier heel duidelijk zie is, I think this is a very spiritual message though. Ik probeer heel praktische informatie binnen te krijgen voor jullie, maar ik heb het gevoel dat ik moet praten over de meer diepere laag die er in ons gaande is. De dood van ons oude zijn en het starten van ons nieuwe zijn op een spiritueel, emotioneel, mentaal level en wat uiteindelijk zich ook in het fysieke, de 3D-wereld, de realiteit die wij fysiek voelen, manifesteert. En ik heb heel duidelijk het gevoel, zoals ik net al zei, dat we voor bepaalde keuzes staan, belangrijke keuzes staan in onszelf. En hoe diep gaat dit? Het zal voor iedereen een bepaald level hebben, dat zal voor iedereen een bepaalde diepte hebben. Maar ik voel vooral dat dit te maken heeft met in alignment zijn met wie jij bent. Jouw eigen waarheid spreken. In jouw licht stappen. In jouw licht blijven. Ondanks wat er om jou heen ook gebeurt. Ondanks dat je misschien niet weet waar je heen gaat. Ondanks dat je... There are some clouds hanging over you. En die clouds voelen als misschien wat lager vibrerende energie. Meningen van andere mensen. Keuzes die op je pad komen. Waarvan je eigenlijk het gevoel hebt van... Oeh, dit vind ik niet prettig. Of dingen die je gemanifesteerd hebt vanuit het verleden. Die in een misschien wat lagere vibratie zijn. En je misschien eigenlijk nu helemaal niet eens meer wilt. De 1 geeft heel duidelijk aan. We hebben 1, 1, 1. Geeft heel duidelijk aan. Een nieuw begin. 3 keer 1 is 3. We hebben hier 3. We hebben hier 3 en 6. We hebben hier nog een keer 3. We hebben hier 6. 6 heel duidelijk aangeeft het vinden van balans. 3 heel duidelijk aangeven het gedeelte van het masteren van zelf. En ik heb hierbij heel duidelijk het gevoel dat het belangrijk is dat je analyseert. Dat je observeert. Dat je kijkt naar wat je voelt. En voordat je reageert vanuit de positie van angst, tekortkoming. En met tekortkoming bedoel ik, stel je voor dat je dus inderdaad een job hebt aangeboden gekregen. Die eigenlijk vanuit de oude energie gemanifesteerd is. Maar je hebt er eigenlijk voor gekozen om een eigen business te beginnen. Dat je vanuit angst misschien gaat denken, oh, maar straks red ik het niet. Straks kom ik niet rond. Of omdat er ineens een grote rekening op je pad is gekomen. Dat je denkt, oké, ik moet die baan wel nemen. Want ik heb vastigheid nodig en stabiliteit nodig. That's the old way of thinking. Ja, that's lack thinking, that's fear thinking. Daar wil je niet in zitten. Blijf op je pad lopen. Blijf de beslissingen, de keuzes die je in de afgelopen, ik wil zeggen, paar weken gemaakt hebt, blijf vooruit gaan. Blijf in die richting lopen. Laat je niet tegenhouden door oude energie. En als er wel oude energie omhoog komt, waarbij je niet zeker weet wat je moet doen, observeer dit dan. Zonder dat je direct hoeft te reageren. Niet alles heeft direct een response nodig. En zorg dan vervolgens dat je aardt in
Je eigen energie. Ik krijg ankeren binnen. Ik heb het gevoel dat je je moet ankeren waar je bent. Je voeten op de grond moet voelen en je stabiel en stevig moet voelen. En ik heb het gevoel dat velen van ons dit wel zullen voelen en sneller terug kunnen komen bij die connectie met zelf. Op het moment dat je alleen maar even snel een scan maakt door je lichaam en je voeten op de grond voelt, zal je voelen dat je heel stabiel en stevig staat voor de meeste van ons. Je bent goed gegrond en daar moet je ook iedere keer naar teruggrijpen op het moment dat het even cloudy wordt en op het moment dat je misschien even licht voelt. Of op het moment dat er dingen gebeuren die je misschien niet helemaal direct kan verklaren op een spiritueel level, op een fysiek level, op een emotioneel level of een mentaal level. Sommige van ons, ik voel heel duidelijk dat die uit bepaalde relaties gaan stappen. Dit kan wat betreft werk zijn, omdat het meeste wat ik toch wel oppik werk-related is. Kan het werkrelaties zijn die verbroken worden. Maar ik heb het gevoel dat er ook relaties verbroken worden wat betreft de liefde. Of verbroken worden, of door een hele grote transformatie gaan. The death of all things is zeer zeker op de voorgrond. Waarbij er nieuwe mogelijkheden zijn. Een nieuwe start. Het is een grote schoonmaak. En ik denk dat het belangrijk is, wat ik natuurlijk al een paar weken zeg, om te detoxen, te juicen, te fasten, te letten op je intake. Zowel mentaal als emotioneel, als spiritueel, als fysiek. Je voeding, wat je drinkt, wat je kijkt, met wie je praat, met wie je connect, waarnaar je luistert. Zorg ervoor dat de informatie en de dingen die je tot je neemt, je op een hogere vibratie doen trillen en niet een lagere vibratie. En blijf jezelf analyseren ook op het moment dat je in een lagere vibratie terechtkomt. Heeft dit te maken met jouw eigen angsten en shadow sides? Of heeft dit te maken met dat informatie wat je opslokt van een lagere vibratie is? Er wordt je gevraagd, zoals deze kaart al zegt, om te luisteren naar je pad. Om te luisteren welke richting jij op moet. De Leaving Home card geeft mij heel duidelijk aan. 1 en 4 samen is 5, is obstakel. Wat mij het gevoel geeft dat veel mensen moeite gaan hebben met het loslaten van een bepaalde relatie, bepaalde connectie. Dit kan zijn zelfs de relatie met jezelf. Leaving home, you are home. Ja? Dus het maakt niet uit waar je bent. You are home in your body. En dat betekent niet dat je uit je lichaam gaat. Dat bedoel ik niet. Voor sommigen zal dit astral traveling zijn. Lucid dreaming zijn. Maar voor meesten bedoel ik simpelweg de connectie met jezelf. En loskomen van een oude jou. En in een nieuwe jou stappen. En voor anderen zal dit letterlijk een relatie betekenen. There's going to be some deaths there. Wat natuurlijk heel scary klinkt. Maar helemaal niet is. Dat is de simpel, de cycle of life. En ik voel hierbij dat die cycle of life er juist voor zorgt dat er een nieuw geupgraded level van jou tevoorschijn kan komen. Een nieuw geupgraded level van je relatie naar voren kan komen. Dus geef je over, surrender, aan wat er gebeurt. En keep yourself balanced. Een slow but steady geeft me heel duidelijk aan dat deze week niet alles opgelost zal worden. Deze week krijg je niet alle antwoorden op je vragen. Deze week moet je misschien wachten op antwoorden van mensen wat langer dan je eigenlijk graag zou willen. Heb jij ergens voor een aanvraag gedaan of iets dergelijks, dan kan het zijn dat het langzaam duurt of langer duurt dan je had verwacht. We hebben hier natuurlijk de schildpad, maar tegelijkertijd voelt het ook als een soort van cycle moving in energy. We hebben hier emoties, dus ik voel dat er ook wel heel veel emoties gekoppeld zijn aan het wachten. En dat die je kunnen triggeren. Schildpad voor mij staat ook voor bescherming. Dus ik voel ook heel duidelijk dat het belangrijk is om jezelf te beschermen tegen mogelijke teleurstelling, maar ook tegen de intensieve energieën die er op dit moment rondgaan. Laat je niet te snel van je voeten afwuiven, blazen, gooien, wat er ook op je afkomt, blijf grounded, sta veilig. En hier krijgen we de Divinity kaart, wat voor mij heel erg duidelijk aangeeft. And funny to have the cross here too. Wat mij heel duidelijk aangeeft, sacrifice. Sacrifice,
wat jij moet doen. Het oude wat je los moet laten om het nieuwe te ontvangen. En ik voel dat het nieuwe komt met een hele goede intentie, goede energie, zolang je je intuïtie blijft volgen. De laatste kaarten die ik wil trekken voor ons, want we zitten alweer op bijna 20 minuten, is what we need to pay attention to. Yo. Give it another one. Okay, another one. Okay. Okay, beautiful. Waar moeten we op letten? Weer een heel groot gevoel van emoties all over the place. Kind of feeling lost, maar ook de wereld aan je voeten hebben. Nieuw begin, maar een nieuw begin in een manier waarbij het voelt als een reset. We hebben de nul. Nul is reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 0 reset. 0 is nieuw start. 0 is nieuw begin. 0 is cycle. We hebben hier gek genoeg ook een cirkel. Wat een ongoing process is. The circle of life. Life and death. Zeer zeker een grote transformatie die gaande is. Waarbij je gevraagd wordt om wat risico's te nemen. Om los te laten wat je misschien kent. En wat je misschien weet. En te vertrouwen op wat gaat komen. Centering the present. We hebben hier een 6 en we hebben hier een 3. En die kwam net al hier. We hebben hieronder hebben we de 3 en de 6. Oh, wacht. Zie je het? Wat mij heel duidelijk bij elkaar aangeeft, 3 en 6 samen is 9. Het einde van een bepaalde situatie. Het belang van in balans zijn en het masteren van je eigen emoties. Het onder controle krijgen van wat jij voelt en vanuit een positie van kracht reageren in plaats van angst, in plaats van schaduw, in plaats van ik weet niet wat er gebeurt of ik weet niet welke beslissing ik moet maken. Ik weet niet welke richting ik op moet. Ik weet niet wat ik met mijn relatie moet. Laat het los en just show up. The universe is asking you to just show up. Die Isis card geeft me heel duidelijk aan dat het belangrijk is om voor jou om te luisteren naar je intuïtie. Te luisteren naar waar je derde oog. Het universum praat met je. Er gebeurt heel veel op een diep spiritueel level. Er kansen worden op je pad gegooid. Nieuwe beginnen starten. En het is belangrijk voor jou om te luisteren naar je eigen innerlijke magic. How can we create the best possible week? Trust. Het beste, om de beste uitkomst te krijgen voor jou deze week, is het belangrijk om te vertrouwen dat alles wat gebeurt, gebeurt met een bepaalde reden en divine order. Zelfs als jij die niet ziet en niet begrijpt. Maakt niet uit op welk level van consciousness je zit. Het maakt niet uit waar je zit op je journey, hoe je je voelt. It is important for you to trust the universe. Ik hoop dat deze message met je resoneert. Ik wens je een hele fijne week. Met liefde van mij.